Goedemiddag met Jonathan van Wieren. Ik had een vraagje over blinde geleidehonden. Die worden in het openbaar nog wel eens geweigerd. En ik vroeg me af wat de wetgeving omtrent blinde geleidehonden in het openbaar precies inhoudt. Ja, daar vraagt u van mij wat. Sorry, aan het zoeken geweest binnen mijn informatie. En daar heb ik niet heel veel vonden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind het wel een hele bijzondere vraag. Ik ga even een overleg met een collega. Ja, momentje. Dat is goed. Blinde geleidehonden maken tegenwoordig deel uit van het hedendaagse straatbeeld. Toch blijkt uit onderzoek van het KNGF dat 40% van de gebruikers het afgelopen jaar wel eens geweigerd is. We spraken hierover met Mathilde. Zij voedt al jarenlang verschillende blinde geleidehonden op. Ik ben Mathilde, dit is Sophie. En ik voed Sophie op dat zij een blinde geleidehond kan worden. We hebben Sophie gekregen toen ze 8 weekjes oud was. Zij is een golden doodle. En als ze ongeveer ruim een jaar is, gaat ze weer bij ons weg. En daarnaast leert zij al wat dingen die ze ook als blinde geleidehond moet kunnen. Dus ze gaat met mij mee boodschappen doen. Dan heeft ze haar jasje aan dat ze in opleiding is. En dan moet ze leren dat ze niet overal aan mag snuffelen. En ze gaat mee de bus in, de trein. En ben je wel eens geweigerd? Ik deed de kerkenroute in Utrecht. Die kerken werden wel gerund door vrijwilligers. En zij hadden gewoon de opdracht, honden mogen er niet in. Nou ja, Sophie is een hond, dus Sophie mocht ook niet. Ook al was ze een blinde geleidehond in opleiding. Bij de Albert Heijn, ja, die man die kwam echt op mij afgestormd. En zijn argument was, ja, iedereen kan zo'n jasje kopen. Is dat wel zo? Na een paar minuten zoeken vonden we verschillende tuigjes voor nog geen $4. Maar het probleem is wel dat je kunt in de handel allerlei die K9 tuigjes kopen. En die hebben dan zo'n label op de zijkant, die kan je dan met klittenband opplakken. En daar staat dan hulphond op. Ja, iedereen kan dat doen. Dus iedereen die zijn hond eigenlijk niet buiten wil laten wachten, maar in de winkel mee wil nemen, die zou zo'n tuigje om kunnen doen. Ik ben Lotte Bloemendaal, ik ben 58 jaar. Dit is Nick. Nick is 8,5 en hij is al bijna 6 jaar bij mij. Het werk van een geleidehond begint en eindigt eigenlijk bij de voordeur. Dus hij zorgt dat je veilig over straat komt, dat je niet van stoepjes afvalt. Hij blijft de doorgaande weg voor je zoeken. Hij ontwijkt obstakels. Nou, we wilden naar binnen gaan. We zaten eerst op het terras, was mooi weer. Vroegen ze dus of ik de hond maar buiten wilde laten. Ik zei, nou nee, dat gaat niet gebeuren. Maar als ze blijven weigeren, ja, daar zit er niks anders op dan weg te gaan. Ik ben wat dat betreft wel een beetje strijdvaardig. Ik ga wel de discussie ook wel aan. Maar soms denk ik wel van, oh ja, daar gaan we weer. Weer komen weer al die mensen op me afgestormd in winkels. Dat denk ik soms wel, ja. Want zo als we nu samen lopen, ja, dat is gewoon onbetaalbaar. Als ik in een restaurant ga eten met vrienden en ik moet naar het toilet, dan kan ik gewoon gaan lopen. Dan ga ik terug en dan zeg ik, ga maar terug naar het plaats. En dan brengt hij me zo, waar we ook zijn, welke plek het ook is, brengt hij me terug naar mijn tafel. Nou, dat maakt je zo onafhankelijk. Ze moeten de ingang aanwijzen van zo'n station, hè, waar zo'n blinde door, waar die moet tappen. Dat is een kaartje, dat soort dingen. Als moet ze, is het commando zoek ingang of zoek trap hoog, dat is de trap naar boven, zoek trap naar beneden. Ja, dat soort commando's. Naast Lotte en haar hond zijn er meer mensen met hetzelfde probleem. Als je mijn hond weigert, dan weiger je mij. En dat is hetgene wat pijn doet. Een blinde geleidehond, hè? Dan mag niet, sowieso niet gewet worden. Je kan zeggen dat ze op basis van de Nederlandse wet niet mogen weigeren. En zelfs vragen of ze het dan misschien fijn vinden om samen met iemand van het politiekorps uit het betreffende plaats het even te bespreken. Is er een verschil tussen een hond in opleiding en een werkende blinde geleidehond? Nee. Als ze een dekje hebben, dat ze assistentiehond of begeleidehond in opleiding zijn, dan moeten ze binnengelaten worden. En als men toch geweigerd wordt, dan aangifte doen, maar sowieso bij de politie. Maar in principe kan je altijd zeggen dat bij wet in Nederland het vaststaat dat een assistentiehond of begeleidehond binnengelaten moet worden. Oké, bedankt. Tot ziens.